vandaag in de gemeente Westerkwartier in Groningen. En wij gaan hier een soort van museumtour doen. Er zijn hier 15 kleine musea in de gemeente, wat best wel veel is. We gaan er een aantal van bezoeken. En we laten jullie zien hoe het hier is. Wij vinden het hier al heel mooi. We hebben al even hier in het dorp gekeken. We staan hier nu voor het Wierdeland Museum. Daar gaan we beginnen. In het Wierdeland Museum kom je van alles te weten over de wierden en terpen in het landschap. En een wierde is een ander woord voor een terp. En vroeger woonden de mensen op een wierde, want die wierde beschermde de mensen tegen het water. Nou, dit was een heel mooi kerkje waar we langs reden. Dat kan je vinden als je een van de fietsroutes gaat doen in het Westerkwartier. Dit is het kloostermuseum van Aduard. In de middeleeuwen stond hier een enorm kloostercomplex. Daar is bijna niets meer van over. Maar je kunt het complex virtueel bezoeken. In het hele dorp zijn allerlei palen. En als je die code scant, dan krijg je op je telefoon een hele 3D-beleving te zien van hoe het klooster vroeger geweest is. Kijk jongens, we staan hier bij het Rijtuigmuseum in Nienhoven. En dan aan deze kant, daar is de borg, noemen ze dat. En dat was het landhuis. Zoals ik zei, er zijn dus 15 musea te bezoeken en ze zijn allemaal heel verschillend, heel divers. We hebben er jullie een aantal laten zien heel kort. Het is zeer de moeite waard om naar de provincie Groningen te gaan, want de natuur is echt super mooi, de musea zijn leuk, de mensen zijn aardig. Dus wij hebben in ieder geval een hele leuke tijd gehad. Dus wil je dit gaan bezoeken, google dan even gemeente Westerkwartier. En dan ontdek je al die pareltjes daar in het landschap. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!